Bouw iets leuks in Minecraft. Alles wat je wil en ik koop het voor je in het echt. 10 kijkers mogen dit doen en hebben een uur de tijd. Maar er zit een hele vervelende twist aan. En die gaan ze niet leuk vinden. Minecraft bestaat natuurlijk uit blokjes. Maar jullie mogen vandaag alleen maar bouwen met blokjes die geen blokjes zijn. Dus je mag met fences bouwen, je mag met een anvil bouwen, torches, ladders. Dat mag allemaal, maar geen blokken. En als ik een blok bij jullie zie, dan ben je gedisqualificeerd. Dus ik zou heel snel die blokjes weghalen, Kobe. Weg! Hup! LA chests en shulker boxes ook. Oeh, ik ga even kijken. Oeh, een shulker vind ik wel echt een vierkant. En eigenlijk een chest ook. Nee, een chest is kleiner. Een chest is kleiner dan een vierkant. Ja, nee, oké. Chest mag. Shulker, keur ik af. Ik zie hier Giant Cheese. Die past zichzelf heel snel aan. En je ziet dat hij gelijk overgaat naar de Blackstone Walls. Goed bezig. Voorgerecht, maak jij nou een horloge? Ik ga dat niet beantwoorden. Ik heb het idee dat ik dit eerder heb gezien of zo. En het gaat zo'n horloge worden. Voorgerecht, vertel het eens. Nou jongens, ik heb een horloge gemaakt. Maar we gaan het zien. Oh, ik zie zoveel mensen stil hangen. Iedereen is gewoon een beetje aan het nadenken van shit, wat voor blok moet ik nou gaan gebruiken? Excision, wat ga jij bouwen? Vertel. Over 2 dagen is het moederdag. Dus eigenlijk dacht ik dat ik een ring voor mijn moeder ga bouwen. Om haar een beetje te verrassen. Oh, wat lief. Oké, dan ga ik naar Sin Killian. Wat wordt dit? Ik zie glas. Moet een zonnebril worden. Een zonnebril, oké. Dan ga ik naar Teun toe en die ligt hier allemaal bedden neer. Wat wil jij dat ik voor je koop? Een huis of zo met allemaal bedden? Ik wou morgen geen blokken gebruiken, dus ik moet improviseren. Oh, oké. Dus het moet geen bed voorstellen dus. Stel eigenlijk maar voor dat het gewoon een blauw blok is. Oké. Sevo, wat ben jij nou weer aan de bouw? Oké, dit ziet er echt heel ziek uit, ook al weet ik niet wat het is. Het begint een karakter te worden, maar je ziet nog niet veel wat het is. Oh, het wordt een poppetje. Oké. Haha, ik zei het nog bij voorgerecht, het wordt sowieso een horloge. Ik zag het al gelijk. En jou hoor. Wacht, heb jij niet een keer eerder meegedaan dat je ook letterlijk een horloge had gemaakt? Ja, de vorige video had ik meegedaan. Ik ben uit de privange nu. Dan zie ik hier een soort van glas in lood bij de kebab chapa. Wat wordt dit? Ik dacht eerst gewoon even gozergenk te maken. Maar nee, jij verpest het. Oh ja, met zo'n 2D art ben je helemaal natuurlijk die Sjaak. Hey, het Amazon logo, oké. Hey, joh, sowieso een Amazon gift card, of niet? Ja. Zo voorspelbaar, oké. Dit wordt waarschijnlijk iets van een standbeeld, of niet? Ja, dat komt goed in de buurt, inderdaad. Oké. Ik ben benieuwd hoor, jongens. Jullie zijn in ieder geval wel lekker creatief bezig, behalve voorgerecht hier. Wou je altijd horloges in je leven of zo? Of? Ik ga gewoon elke keer meedoen met deze challenge, tot ik een horloge win. Weet je wat? Ik weet wat het leuks. We gaan vandaag een stemronde doen op Instagram. Dus ik kies zelf iets van 2 of 3 leuke builds uit. En dan gaan de kijkers bepalen. Nou, zou het zien het horloge. Oh, dit is best wel nice met die cauldrons. Kijk eens wat ik hier zie. Dit is insane. Dit wordt de Hulk, of niet? Jazeker. Zo, maar wat is dan hetgene wat je wilt dat ik voor je koop? Moet ik de Hulk voor je kopen? Of een actiefiguur of zo? Of een spelletje? Ja, dat zal ik nog vertellen, niet mijn verhaaltje. Ja, oké. Oké, jongens, ik wil niet heel vervelend doen, maar jullie hebben nog een kwartier de tijd. Dus jullie moeten nu echt oprecht op gaan schieten. Oh, wacht even. Dit is een mesje of niet dit ding in de hoek? Het is toch mooi genoeg dat je erachter wilt komen wat het is? Ja, nee, absoluut. Ik heb het geraden. Dus je hebt het niet zo lelijk gebouwd dat ik het niet door heb. Dan zijn we bij Siem. Wil je nog een keer vertellen wat dit wordt? Of heb je zoiets van. Staat hier gewoon, maar. Dus ik ga voor geen meter bouwen, maar mijn presentatie, dat gaat hem worden, denk ik. Oh, Arab! Ja, sorry man, deze video wordt niet gesponsord door Arab, dus dit moet ik er allemaal uitknippen, sorry. Nee, grapje. Nou, oké. Het is wel een klein flesje. Ik zou hem wel eigenlijk hoger maken. Maar ja, goed. Je hebt niet heel veel tijd meer om dit helemaal op te breken. En volgens mij is dit ook gewoon lekker een standbeeld, of niet, Kobe? Het is inderdaad een standbeeld. Allee, daar moet het toch een beetje op lijken. Ja, oké. Ik ben benieuwd wat je in het laatste kwartiertje nog kan doen. Want ik kan nog niet heel erg herkennen wat dit is. Dus dan gaan we even door naar de volgende. En oeh, dat is een lekker zonnebrilletje, hoor. Dit is wel mooi, man. Oh. En hier gaat het volgens mij helemaal de mist in bij de kebab chapa. Want hij wilde een rank bouwen, maar je bouwt het helemaal opnieuw, of niet? Jazeker. Oh. Waarom deed je dit niet gelijk, wat je hier aan het bouwen bent? Ik bedoel, dit kan toch prima, met stairs aan de binnenkant? Nou, ik had eerst zo'n pixel-art, het gozer. Oh, je had een pixel-art, dus je wilde het echt 1-op-1 nabouwen. Ja. Ja, daar ga je al. Ik zie dat de meeste builds wel af zijn, zo te zien. Nou, behalve die is niet af. Volgens mij is die niet helemaal af. Klokkie is volgens mij af. De Hulk is af. Ik denk dat we er bijna zijn. En de laatste minuut is ingegaan. Oh. Jullie moeten echt opschieten. De kebab chapa bouw. Schiet op, jongen. Kom op. 3, 2, 1. Stop. Ja, stop met bouwen. Ik wil niemand zien bouwen. Je voelt hem al aankomen. De winnaar gaat nu pas bepaald worden. Het maakt niet uit of je een lelijke of mooie build
hebt. Als je een goede presentatie verzint en mij kan overtuigen waarom jij moet winnen, dan is de kans veel groter dat ik het product voor jou koop. Teun, we gaan met die van jou beginnen. Dit is dus een mes. Een scheef mes. Dit noem je ook wel een krambit. Okay. Ik verzamel dingen van games, maar dan in het echt. Oh, is een CSGO knife. Ja, tuurlijk. Ja, voor CSGO had ik dus nog niks. En toen dacht ik van, hey, wat nou als ik gewoon zo'n knife in het echt heb, zodat ik mijn collectie kan completen? Oké, nou, het is in ieder geval duidelijk een mes. Ik denk dat iedereen dat wel kan zien. Mooi mesje, hoor. Lekker scherp ook, inderdaad. Glans zit erop. Gaan we gelijk door naar de volgende. En dat is Siem, take it away. Wat is dit ook alweer? Ja, het is een aeropress. Ik had een aeropress gebouwd omdat ik drink heel vaak wel ongezond drinken. Alleen ik wou nog gewoon wat gezonder gaan leven, dus ja. Oké, dus jij hebt zoiets van ik wil gewoon een lekker aeropress zien. Ja, ik dacht dit is mijn kans, weet je wel. Ja. Ik zie hier een geurpot ernaast. Wat voor smaak is dit? Dit is cherry. Cherry. Nou, prachtig. We gaan door. Wow! Oké, Kobe, wat is dit? Laatst heb ik al een heel tof Minecraft PvP eventje meegedaan op de Harm server. Maar helaas ben ik niet gewonnen. Dus ik dacht, het zal dan wel aan mijn muis liggen. Ik hoor jullie al denken, deze is nu toch totaal geen muis. Nee, is geen muis. Er is een merk, Glorious Model O. En als je goed kijkt, dan staat daar een ventje op met baard en snor en lange haren. Dus ik dacht, ik ga geen saaie muis bouwen. Dat is best slim bedacht. Want ik zei ook nog van, oké, het is super saai als je een muis bouwt. Maar jij hebt dus gewoon het logo van het muis. Je hebt eigenlijk het logo van het merk gemaakt. Oké, nou, ik vind het sowieso echt een hele zieke beeld. Goede details zitten erin. Dan gaan we door naar het Amazon logo van Giant Cheese. Leg mij dit nou eens uit. Geachte aanwezigen, ik wil graag een Amazon giftcard winnen, omdat het mij de mogelijkheid biedt om mijn leven te verbeteren. Met de diverse producten op Amazon kan ik kiezen uit een breed assortiment dat aan al mijn behoeften voldoet. Bovendien geeft het winnen van een giftcard mij de kans om anderen te verrassen en te verblijden. Kortom, een Amazon giftcard zou mijn leven verrijken op verschillende manieren. Dank u wel. Dit raakt me, hoor. Zo. Ik heb echt nog nooit iemand gehoord die zo een giftcard weet te verkopen. Maar hey, pluspunten voor de presentatie. Ik heb genoten. We gaan eens even kijken. Door naar Kebabchappa. Leg dit eens uit. Hier links moeten jullie niet naar kijken. Dat is mislukt. Toen heb ik 10 minuten dit achter jullie in elkaar proberen te flansen. Ja. Daarvoor moeten we uit een bankje zitten. Ik vond het best mooi wat ik gemaakt heb in 10 minuten. Maar dan ben ik toch wel benieuwd. Je hebt zo lang de tijd gehad om rustig te beseffen. Wacht even, die 2D art gaat niet lukken. Kon je daar niet binnen 5 seconden of 5 minuutjes achter komen? Nee. Oké. Je hebt je best gedaan. Ik zie oprecht een rank hierin. Dus ik herken het wel. Alleen, ja, het is gewoon niet af en dat is jammer. Dan gaan we door naar Sin Killian. Vertel. Ja, ik heb een zonnebril gemaakt. Omdat ik ook vaak last heb van de zon. Heb je last van de zon? Ja. Je moet ook niet in de zon kijken, weet je dat? Ja, nee, maar soms gebeurt het wel. Oké, en de palmboompjes ook best wel heel goed gelukt. Het strandje en het water. Dus dat is top. Goed bezig. We gaan door. Excision, leg dit uit. Oh, dit was die ring. Voor mij is binnenkort moederdag over 2 dagen. Dus ik dacht dat ik mijn moeder zou verrassen met een gouden ring. Het was alleen wel moeilijk om goud na te maken met alleen non-food blocks. Ik wilde net zeggen, je bent best wel creatief omgegaan met alle blokken. Ja, gold heb je alleen maar full blocks. Dus dat heb je best wel goed gedaan. Prachtig. Dan gaan we naar de Hulk. Sevo, wat heb jij hier neergetimmerd? Holy shit. Ja, huwelijk moet altijd in vorm blijven. Maar hoe komt het dus dat hij zo in vorm blijft aan zijn bovenlichaam? En als je dan naar de achterkant kijkt, dan zie je dat hij eigenlijk een halter verstopt. Oh, hij heeft een halter. Ik zou ook graag een goede halter hebben. Ja. Oké. Nou, dit is ziek. Ik zie echt dikke opgepompte schouders. Dikke chest zit erop. Prachtig. Mooi gemaakt. Oké, nou gaan we door naar de laatste. En die heeft ook wel wat uitleg nodig. Want die is van Janno. Janno, wat heb jij neergezet? Ja, dit is een microfoonarm plus een microfoon. Je moet het een beetje inzien. Dit is een 2D-model ervan, omdat ik had nog genoeg tijd en ik dacht, dit vult de plot ook weer een beetje. Oh, nu ik zie het nu pas. Dit is het bureau zo en dan is dit het armpie. Ja, oké. Het duurde echt heel lang voordat ik het begreep. Maar dit is inderdaad de klem, de arm, de microfoon en de meneer die aan het praten is. Oké, er zijn 3 mensen die kans maken. En dan laat ik het helemaal over aan mijn kijkers. Op Instagram, volg me even op Instagram, @harm. Ja, hoe doe je dat? Dat zou top zijn. Dankjewel. Degene die naar de finale gaat.
Kobe! Kobe met zijn mooie logo. Ja, ik vond het een leuk verhaal. Ik vond het uniek. Ik vond het prachtig. Dus die zit in de finale. Ja, jongens, ik dacht dat jullie dit al wisten. Maar de Hulk moet naar de finale. Ik vond deze zo goed. Ook met de dumbbell. En ik dacht, wat is dan precies het product? Maar dat is de dumbbell. Geweldig, prachtig. De Hulk naar de finale. Klaar, duidelijk. Oh, wacht. Ben ik net al bij de horloge geweest? Nee, dat ben je niet. Oké, volgerecht. Take it away. Vertel, wat is dit? Ik heb vorige bouwvideo helaas verloren. Toen ik zag dat er een nieuwe bouwvideo was, dacht ik, dit is een mogelijkheid om gewoon te gaan winnen. Zo simpel is het. Ja, heel vet. Ik vind het vet aangekleed met die wijzertjes ook. Dus dat ziet er sowieso best wel ziek uit. Maar, het ding is, ik wacht nog maar één iemand kiezen. De persoon die als laatste in de finale komt. Oké, het wordt het horloge. Het horloge gaat naar de finale. Gefeliciteerd. Volgerecht, je maakt toch nog kans. Ja, ja. Jongens, de story staat live. Ik vind eigenlijk de build van de Hulk het mooist. We gaan het even afwachten. Hij heeft even een minuutje online gestaan. Dan vaak weet je al wat de uitslag is. Dus we gaan eens even kijken. De winnaar is geworden met maar liefst 50% van de stemmen. Het logo, oftewel de muis. En die is van Kobe. Gefeliciteerd, Kobe. Applaus voor Kobe. Hij heeft het gewoon gedaan. Laat trouwens ook even in de comments weten wie jij de terechte winnaar vindt. Ik heb trouwens ook een onmogelijk parcours geprobeerd. Ja, die was echt onmogelijk. Check het hier. Klik.